Goedemiddag iedereen. Welkom op onze nieuwe museumtalk en bedankt om zo voltallig aanwezig te zijn. Mijn naam is Salome Izebaard en ik zal het gesprek modereren. Met veel plezier verwelkomen we vandaag Els de Palmenaar en Nadia Ntsay. Els is curator en Nadia co-curator van de tentoonstelling 100 keer Congo, die nu nog tot midden september te zien is in het MAS in Antwerpen. Kunsthistorica Els de Palmenaar is conservator van de Afrikaanse collectie in het MAS. En politicologe Nadia Ntsay is sinds 2019 curator beeldvorming in het MAS. En in 2020 verscheen haar prachtige boek Dochter van de decolonisatie. Deze museumtalk gaat meer bepaald over de expositie zelf, de doelstelling en de verschillende samenwerkingen die plaats hebben gevonden om dit project te verwezenlijken. Het gesprek zal ongeveer een uur duren. Vooraleer ik hen aan het woord laat, even heel kort praktisch. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie ze stellen in de tab Vragen en niet in de chat. En aan het einde van hun presentatie zullen we nog 20 minuten de tijd nemen voor de vragen uit het publiek. Ik geef nu graag het woord aan Nadia. Goedemiddag allemaal. Eerst en vooral ook bedankt aan het Afrika Museum voor dit initiatief en ons uit te nodigen, omdat het ook een hele mooie gelegenheid is om de hele weg die we met deze expo hebben afgelegd, om dit ook met jullie te kunnen delen. Jullie zien de PowerPoint? Ja. Dus mijn bedoeling is eigenlijk vandaag om samen met Els de Palmenaar jullie een terugblik te delen van de expo. Hoe hebben wij deze expo georganiseerd? Wat is er in de expo zelf ook te zien? En welke samenwerkingsverbanden zijn we aangegaan met partners zowel in België als in Congo? En ik zou ook heel graag willen afsluiten met een aantal uitdagingen, omdat een expo organiseren is natuurlijk één zaak, maar als museum is het ook ontzettend belangrijk om daar ook lessen uit te trekken en om een aantal suggesties, uitdagingen mee te nemen voor andere expo's, maar ook voor de hele werking van het museum. Eerst en vooral iets over de doelstellingen. We hebben deze expo natuurlijk niet zomaar georganiseerd. De expo heeft doelstellingen die wij ongeveer een dik jaar geleden eigenlijk, of nee, eigenlijk al in 2019, we hebben daarover nagedacht. We hebben die doelstellingen concreet gemaakt. Een eerste belangrijke doelstelling is dat wij de publieke opinie en ook de bezoekers van de expo willen informeren over de aanwezigheid van die Congolese collectie in de stad Antwerpen. Heel veel mensen in België kennen het Afrika Museum, weten dat Tervuur een collectie heeft, een Afrikaanse kunstcollectie heeft. Maar men weet dat vaak niet over de stad Antwerpen. Dus voor ons een gelegenheid om die informatie te delen, maar ook om nieuwe inzichten te gaan delen voor het debat rond het koloniaal verleden. Een debat dat sinds een aantal jaren heel sterk ook leeft in België en specifiek ook in Vlaanderen. Nieuwe inzichten geven over dat koloniaal verleden, ook over de erfenissen die we vandaag nog altijd zien in onze samenleving, onder andere de aanwezigheid van koloniale collecties. En ook omdat wij geloven dat het debat rond decolonisatie, dat een debat is, dat ook moet gevoerd worden op basis van kennis van een aantal zaken. En als instelling met toch wel een zekere expertise rond onder andere de Antwerpse koloniale geschiedenis, denken wij dat het interessant is om dat te delen. Een tweede belangrijke doelstelling is de bezoekers uitnodigen op een kritische manier na te denken over beeldvorming. Dus Els zal daar ook straks over vertellen hoe die beeldvorming toch wel een plaats heeft gekregen in de verhaallijn van de expo. En we stellen ook de vraag van ja, wat is het verleden van de collectie? We kijken naar wat hebben die kunst- en gebruiksvoorwerpen betekent in het verleden voor Congolese volkeren. Hoe kijken we daar vandaag naar? Maar ook, ja, wat is de toekomst van de collectie? En er wordt ook op een bepaald moment in de expo ook de vraag gesteld, ja, waar ligt de toekomst van de collectie van de stad Antwerpen? En dat is natuurlijk ook ergens ook een link
naar het debat rond restitutie en teruggave. En dan een laatste doelstelling is het debat ook durven en proberen aan te gaan. En we moeten daar als museum niet per se bang ook voor zijn, ook al is het niet een gemakkelijk debat. Maar wij hopen dat we met de tentoonstelling het gesprek, de dialoog kunnen mogelijk maken tussen verschillende betrokken partijen, inclusief ook de Afrikaanse gemeenschap in Antwerpen, maar zelfs ook op Belgisch niveau. Helaas hadden wij heel wat activiteiten gepland die niet kunnen doorgaan omwille van de coronacrisis. Een laatste punt dat ik nog wil meegeven als het gaat over de voorbereiding. 100 keer Congo, de titel van de expo, verwijst naar het feit dat er in de expo zelf 100 stukken, 100 kunstobjecten te zien zijn. Maar 100 keer Congo verwijst ook naar 100 jaar geleden, wanneer de stad Antwerpen eigenlijk eigenaar is geworden van een Congolese kunstcollectie. Dus vandaag 1920-2020. Deze expo is voorbereid geweest door een expo-team. Ik heb zelf kunnen ervaren dat dat toch wel een sterk punt is ook van het MAS. Dus vanaf het begin zit je met een team die dus heel hard werkt rond de expo. Er zit een conservator in dit geval was dat Else Palmenaar, de curator ook Else Palmenaar, maar daar zijn dus ook andere collega's van de publiekswerking, van communicatie, van de bruiklenen en zo verder. En mijn functie, curator beeldvorming, is specifiek ook in het leven geroepen om mee te werken aan deze expo. Deze expo heeft tenslotte ook plaatsgevonden in een bepaalde maatschappelijke context. Dus wij kunnen ons als museum niet losmaken van die context. En met context bedoel ik dan vooral het debat rond decolonisatie, dat toch wel ook sinds de heropening van het Afrika Museum een zekere versnelling ook heeft gekend. Dus wij hebben daar ook mee rekening gehouden dat deze expo in die context plaatsvindt. En uiteraard kijken we ook naar de actualiteit. Het debat rond restitutie, maar ook het feit dat er vorig jaar heel wat protesten hebben plaatsgevonden en dat je ziet dat een aantal punten toch wel naar boven komen in de samenleving. En wij hopen met deze expo ook een kader te creëren om gesprekken daarover te kunnen voeren. Els zal jullie iets meer vertellen over de twee parcours die dus in de expo zelf te zien zijn. Ik geef haar graag het woord. Goedemiddag iedereen. Voor eerst ook dank aan de collega's van het Afrika Museum voor de organisatie van deze museumtalk gewijd aan de tijdelijke expo in het MAS, 100 keer Congo. Zoals Nadia reeds toegelicht heeft, is de expo opgebouwd uit een dubbel parcours. Dus enerzijds hebben wij een selectie van 100 blikvangers die centraal staan. Maar daar rond hebben we een verhaallijn uitgewerkt die eigenlijk al met een langere voorgeschiedenis begint van voor de koloniale periode. En ik loop graag even in grote lijnen dit parcours met jullie door. We starten de expo eigenlijk met de langere voorgeschiedenis. We keren terug naar een kantelmoment in de wereldgeschiedenis op het moment dat de Portugese zeevaarders op zoek naar een alternatieve route, specerijenroute naar het oosten, de westkusten van Afrika afvaren en daar voor het eerst in rechtstreeks contact komen met bloeiende koninkrijken zoals Benin en het Koninkrijk Congo. Daar zijn van die periode niet zoveel archeologische sporen van, doch ook in het MAS hebben wij een uniek exemplaar die wel verwijst naar die eerste contacten tussen Afrika en Europa, onder meer het Afro-Portugese zoutvat die vervaardigd is omstreeks 1520 door ivoorsnijders van de vorst van Benin in opdracht van Portugezen. Nu, op dat moment, rond 1520, is Antwerpen als handelstad is er een opnieuw bloeiperiode en heb je eigenlijk in de stad Antwerpen wordt veel cosmopolitischer. In die periode 1500-1600 resideren Portugezen, Italianen en Spanjaarden in de stad die maritieme handelsbetrekkingen hebben met West-Afrika, maar ook met de Nieuwe Wereld, met Amerika. En het is op dat moment dat in Antwerpen er ook een 60-tal Portugese families verblijven, onder meer familie Ximenes, die ook betrokken is in de slaventrafiek, dus onrechtstreeks.
Op dat moment krijg je dus ook een veelkleuriger stad en komen later dan ook kunstenaars zoals Pieter Paul Rubens en leerlingen als Jordaens en Boekhorst in contact met levende Afrikanen. Zij zijn niet meer afhankelijk van de gefantaseerde Afrikaan zoals voorheen. En dan hebben we hier een aantal unieke werken getoond die die beeldvorming, dus die beeldvorming van Afrikanen door Antwerpenmeesters aan bod laten komen. Het eerste werk is een bekend werk van Pieter Paul Rubens, maar het is niet het origineel. Het origineel wordt nooit uitgeleend. Het is een werk van Meunier naar Rubens. Na deze introductie gaan we eigenlijk over naar de 19e, 20e eeuw. Dan zitten we in de volle koloniale periode. Je ziet hier een beeld van de scenografie van de tentoonstelling. De scenografie is uitgewerkt door Hendrik de Leeuw. Aan de linkerkant heb je de gele kasten waar die 100 blikvangers in tentoongesteld worden. En langs de wanden heb je dus het parcours dat we nu even verder vervolgen. In de 19e eeuw, ja, wat gebeurt er in 1885, wel bekend voor de meeste mensen intussen. Leopold II wordt eigenaar van privéwingewest in Afrika. En de stad Antwerpen springt onmiddellijk ook op dit kolonisatieverhaal. Ziet dat zeker als een troef voor de handel. Antwerpen zet ook al onmiddellijk, in 1885 reeds, de eerste Belgische wereldtentoonstelling op kaart. En er zullen er ook nog twee volgen. Een tweede wereldtentoonstelling vindt plaats in 1894 en een later dan in 1930. 1930 is wel het moment dat de kolonie intussen al door de Belgische staat is overgenomen. Nu, voor de eerste wereldtentoonstelling en de tweede wereldtentoonstelling worden een aantal Congolezen tijdelijk naar Antwerpen verscheept. En voor deze tentoonstellingen, de eerste wereldtentoonstelling in 1885 en 1894, hebben we ook gebruik kunnen maken van onderzoeksgegevens van collega's van het Afrika Museum. Onder meer het onderzoek van Zana Etambala en ook de historicus Maarten Koetenier. En hebben we ook de kans gehad en, om twee heel belangrijke relevante bruiklenen te kunnen tentoonstellen. Dat zijn onder meer in de hoek achteraan zie je de vitrine met een heel belangrijk beeld, een imposant krachtbeeld die toebehoorde aan Nikoko, de Congo-chef. En ervoor heb je dan de gleuftrom die ook uit de collectie van het Afrika Museum afkomstig is en die tijdelijk kon worden getoond. Twee stukken die heel relevant waren, omdat enerzijds het beeld van Ikuku ook al was te zien op de wereldtentoonstelling 1885 en de gleuftrom in 1894. Nu, de tentoonstelling 1894, dat toont ook een van de pijnlijkste bladzijden uit het koloniale verleden van Antwerpen. Tijdens de voorbereidingen van de tentoonstelling komen we eigenlijk een aantal heel belangrijke archiefstukken op het spoor die zich bevinden in het dossier van Alexis Mols in het Stadsarchief van Antwerpen. Nu, wie was Alexis Mols? Alexis Mols was een vertrouwensman van Leopold II en ook organisator van de Wereldexpo 1894, mede-organisator. En in zijn dossier vinden we een patiëntenboek van het hospitaal Stuivenberg. Dus wat is nu eigenlijk de context? In de eerste wereldtentoonstelling 1885 werden 12 Congolezen verscheept, waaronder onder meer Masala. In de tweede wereldtentoonstelling die gehouden wordt in Antwerpen zijn dat al 144 Congolezen die worden verscheept. We weten op basis van dit ziekenhuisboek dat er minstens 44 Congolezen ernstig ziek zijn geworden en dat er ook minstens 8 doden zijn te betreuren geweest. Dit boek is dus het materiële bewijs, want je ziet hier in de eerste kolom de namen van alle Congolezen, ook het moment waarop ze zijn opgenomen in het ziekenhuis, maar ook de datum van het overlijden van 8 van die jonge mensen. Twee van de jonge mensen zijn onder meer Sabo en Bizio. Die sterven onmiddellijk van uitputting en ontbering bij aankomst in Antwerpen. Daarna sterven nog 6 andere personen. Dat was uiteraard de vraag van ja, waar zijn die mensen uiteindelijk die stoffelijke resten terechtgekomen. Dat zie je dan op de rechterpagina. Hebben we een lijnboek van de oude begraafplaats, het Kiel in Antwerpen.
Dan zie je dat in de eerste kolom heb je K13 met de verwijzing naar een lijn en perceel op het kerkhof 5355, waar de Congolanders, zoals ze toen werden genoemd, een begraafplaats hebben gekregen. Uiteindelijk is die begraafplaats Kiel ontmanteld en zijn alle stoffelijke resten van zowel de Antwerpenaren Belgen en ook van de Congolezen terechtgekomen in het Schonselhof, waar ze een laatste rustplaats hebben gekregen in een massagraf. Hier zie je een presentatie uit de tentoonstelling. We werken steeds met een affiche van de tentoonstelling, met de locatie waar de tentoonstelling is gehouden geweest, maar ook hier het in memoriam paneel om die Congolezen te herdenken. Die zijn gestorven. Het is eigenlijk een historisch feit dat vooral in het collectieve geheugen is geweest en in de vergetelheid is geraakt. Sabo en Bizio worden wel vermeld op het kunstwerk Interviewen Ombre, dus een van de twee namen. Maar in het algemeen zijn dat historische feiten die echt in de mist van de geschiedenis zijn verdwenen. Hier zie je ook heel duidelijk de eigentijdse foto's van hoe op die koloniale propaganda werd gevoerd. Je ziet daar het namaakdorp die aangelegd geweest is voor die moderne gebouwen, die tijdelijke gebouwen. Afrikanen die moesten roeien, het dagelijkse leven nabootsen, de gleuftrom bespelen onder meer. En vooral dus degene die bekeek achter de hekkens en degene die bekeken werd als attractie. Dan stappen we even over naar de heel opmerkelijke verwervingsgeschiedenis van de collectie in Antwerpen. Het is opmerkelijk dat pas in 1920 de eerste Congolese collectie opgenomen wordt in een Antwerps museum. En dit is eigenlijk twee personages hebben hier een rol gespeeld. Uiteraard twee mannen in een netwerk, in een groter netwerk. Die twee mannen, dat zijn enerzijds Henri Parijn en anderzijds Louis Frank. Nu, wie was Henri Parijn? Henri Parijn was een verzamelaar die in de ban geraakt van Congolese kunst, die zelf nooit in Congo heeft gereisd, maar die eigenlijk aan de bron zat in Antwerpen. De Congoboten die aanmeerden in de stad. En hij kon op die manier zichzelf eigenlijk bevoorraden. Dus hij verzamelt eerst voor zichzelf duizenden stukken. En in de loop van de tijd gaat hij die stukken ook verhandelen in een kunsthandelscircuit. Hij verkoopt aan ontzettend veel musea, ook in Nederland. Ook in Tervuren heeft een grote aankoop gedaan van hem, juist voor de Eerste Wereldoorlog. Het is een collectie die ingeschreven geweest is als de collectie van Arnold, maar het is eigenlijk een aankoop geweest van Henri Parijn. En in 1920 klopt hij aan in Antwerpen en hij stelt een aankoop voor van 1600 stukken. Het stadsbestuur gaat daarop in en betaalt aan hem 43.000 Belgische frank. Dat is de eerste aankoop van Congolese kunst voor een Antwerps museum geweest. In hetzelfde jaar, in 1920, heb je dan ook weer een opmerkelijke figuur in Antwerpen. Dat was Louis Frank. Louis Frank is minister geweest van koloniën en is ook de stichter geweest van de koloniale hogeschool. Ook gesticht in 1920. De koloniale hogeschool, waar een elite van een wit keurkorps van mannen met een militaire, bijna militaire discipline opgeleid werd voor het werk in de kolonie. Vandaag is dat de campus van de Universiteit Antwerpen-Middelheim. Nu, Louis Frank, mijn excuses. Louis Frank maakt een reis in 1920, een inspectiereis naar Congo en verwerft daar een aantal stukken, een zestigtal stukken. En het is opmerkelijk dat hij dit niet schenkt aan het Koninklijk Museum, aan het toen koloniale museum van Tervuren, maar hij schenkt het dus aan het Museum Vleeshuis. Dus de collectie van de aankoop van Henri Parijn en de schenking van minister Frank worden voor het eerst in Antwerpen getoond, publiek getoond, in het Museum van Oudheden. Het Museum van Oudheden en
ambachtskunsten die toen gevestigd was in het Museum Vleeshuis. Het Museum van Oudheden was top-down gericht om de vaderlandse geschiedenis, de Belgische geschiedenis, de Antwerpse geschiedenis stond in de focus. Men had al een collectie van Oud-Egyptische objecten. Men had ook al een aantal zogenaamde exotische voorwerpen uit China en Japan. Maar pas dus in 1920 krijg je dan ook de afdeling Congo, die wordt opgericht en die krijgt een plaats op de zolderverdieping. Je ziet hier een aantal van die eigentijdse foto's, ook hoe die wapens als trofee worden gepresenteerd aan het Belgische publiek. Dus dit is eigenlijk de start geweest, die aankoop en schenking van Louis Frank van de Antwerpse verzamelingen. Die gaat in de loop van de 20e eeuw uitgroeien tot de collectie. Vandaag telt de collectie 15.000 cultuurvoorwerpen uit Afrika, waarvan dus een derde 5.000 objecten afkomstig is uit de voormalige kolonie Congo. En uit deze Congolese collectie hebben we dan ter gelegenheid van die 100ste aanwezigheid 100 blikvangers geselecteerd. Het publiek maakt daar een denkbeeldige reis door Afrika. Hier tonen we eigenlijk wat de betekenis is voor deze Congolese kunstobjecten ontheemd werden uit Congo. En ook hebben we aandacht voor de vele blinde vlekken. Want het is schrijnend om te constateren dat eigenlijk alle stukken die verworven zijn via aankoop van een kunsthandelaar, dat het spoor eigenlijk volledig doodloopt van wie Parijn deze collectie of deze stukken heeft gekocht, wie waren de tussenpersonen, in welke tijd, in welke context en zo verder. Die stukken zijn ontheemd uit Congo. Dus daar lopen we eigenlijk het spoor bijster. Naast deze verwervingsgeschiedenis en de wereldtentoonstellingen die aan bod komen, hebben we ook aandacht voor een aparte categorie van artisanale kunstwerken die gemaakt zijn op de missieposten. In 2016 heeft MAS een schenking aanvaard van een hele grote collectie uit het voormalige museum van het Missiemuseum van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en Oostakker. En het is dankzij deze collectie dat we ook een mooie representatieve opstelling hebben kunnen maken voor de tentoonstelling over de impact van de missionering op de Congolese cultuur. Je hebt hier op een aantal voorbeelden van hoe jongens op de missieposten onder supervisie van broeders en paters op die technische scholen ook kunstambacht werden aangeleerd. Het maken van ivoorsnijwerk, decoratief ivoorsnijwerk, ebbenhouten beeldjes, die dan eigenlijk massaal op missietentoonstellingen werden verkocht om wat geld in het laadje te brengen voor de missionering in Congo. En het zijn ook zeer beeldbepalende objecten geweest in heel veel Vlaamse huiskamers. We tonen hier ook een van de problematische relieken uit dat missieverleden, de spaarpot van de knikkende, dankbare Afrikaanse jongen. En tot slot hebben we dan een laatste thema waar ik geen slide van heb, maar die eigenlijk de sporen toont van contacten tussen Congo en de buitenwereld. Meer specifiek gaat dit over kunstobjecten die gemaakt zijn door Congolezen en die hun visie geven op de witte Mondele en ook de rolverdeling tussen de gekoloniseerde en de koloniaal. Ik geef hierna terug het woord aan Nadia, die veel verder zal informatie geven over de participatieprojecten die doorheen het parcours doorspekt zijn met het artistieke project. Alsjeblieft, Nadia. Dankjewel, Els. Zoals ik al daarstraks zei bij de inleiding, de expo is georganiseerd en voorbereid geweest door het expo-team van het MAS. Maar wij vonden het uiteraard ook heel belangrijk om samen te werken met partners buiten het museum. Hè. Dus wij hebben samengewerkt met Belgische en Congolese kunstenaars, filmmakers en onderzoekers. Waarom zijn die samenwerkingsverbanden zo belangrijk? Omdat het een manier was en is om de meerstemmigheid, de multiperspectiviteit aanwezig te laten zijn in de expo. En ook om de dialoog aan te gaan. Enerzijds
tussen ons als museum en onze partners, maar ook ja, tussen bezoekers onderling. Die meerstemmigheid, waar slaat dat op? Het is goed dat wanneer bezoekers de expo bezoeken, dat ze niet alleen geconfronteerd worden met het verhaal dat het museum wil brengen, of de curatoren wil brengen, maar dat zij ook andere perspectieven en andere interpretaties kunnen horen. Dus in die zin hebben wij samengewerkt met een kunstenaar in residentie, met Patrick Mudekereza. Patrick is directeur van het kunstencentrum Centre d'Art Waza in Wumbashi, in de vroegere provincie Katanga. Hij is twee keer kort in België geweest, hij heeft in Antwerpen verbleven. Hij is helaas omwille van de coronacrisis vroeger moeten teruggaan naar Congo. Maar hij heeft wel de tijd gehad om een aantal gesprekken te voeren in Congo en in België. En op basis van die gesprekken heeft hij een interventie voorbereid, die dus ook in de expo te zien is, daar waar de 100 blikvangers staan. Dus op de vitrines van de 100 blikvangers kunnen bezoekers citaten, gedichten lezen van Patrick op basis van die gesprekken. En dat gaat dan over citaten over het museum als concept dat in vraag wordt gesteld, over de aanwezigheid van die cultuurvoorwerpen op vreemd grondgebied. Maar het gaat ook over de waarde van de collectie. Een interessante invalshoek van de interventie van Patrick is dat hij stilstaat met de verschillende waarden van de collectie. Ja, en hij kijkt dan naar de spirituele waarden, historische waarden, maar evenzeer ook de wetenschappelijke en de financiële waarden. Een andere belangrijke interventie is van Matthias de Groof. Matthias de Groof is onderzoeker en filmmaker. En heeft voor deze expo een documentaire, die al bestaat sinds eind jaren 50, een documentaire van de Belgische cineast Paul Hazaerts, heeft hij herwerkt. De oorspronkelijke documentaire heet Onder het Zwarte Masker. Maar de nieuwe documentaire, dat is ongeveer 8 minuten, heeft een nieuwe titel gekregen, Onder het Witte Masker. In de documentaire komen heel wat van die objecten aan bod. Het gaat zowel over stukken van de collectie van Antwerpen, maar ook van de collectie van het Afrika Museum. Matthias heeft de beelden behouden, maar hij heeft dus eigenlijk de tekst, de oorspronkelijke tekst die ook nogal koloniaal was, heeft die tekst erwerkt door een nieuwe tekst te gaan gebruiken, namelijk Discours sur le colonialisme van de zwarte denker Aimé Césaire. Hij heeft die tekst laten vertalen naar het Lingala, een van de Congolese talen, een van de nationale talen in Congo. En de tekst wordt eigenlijk gebruikt om een pleidooi te doen rond wat Europa betekend heeft en wat Europa ook gedaan heeft op vlak van misdaden wereldwijd. En de stem die te horen is ook in de expo en die dus de tekst van Aimé Césaire verkondigt, is de stem van spoken word artieste Maravilla Muntu. Een derde interventie is In Vele Handen. Dat is een film van ongeveer 40 minuten van het Belgisch-Congolees collectief Verpaar. Een collectief van filmmakers in België en filmmakers in Congo. Ze hebben voor de film samen met het MAS 25 mensen geselecteerd. Mensen die zowel in Antwerpen wonen van verschillende afkomsten, die een link hebben met Congo, maar ook inwoners van Kinshasa. En 25 vertellers hebben een van de 100 objecten gekozen en ze vertellen in de film wat het object met hen doet, welk gevoel naar boven komt en ook wat ze denken over de aanwezigheid van het object in de collectie van Antwerpen. En uiteraard komt in de film ook weer vraagstuk van restitutie aan bod. Het is ook een hele mooie film, omdat het ook nieuwe interpretaties geeft aan de objecten. Er is natuurlijk een historische interpretatie, een spirituele interpretatie, maar er zijn ook een aantal verhalen waarbij dus ook op een heel andere manier eigenlijk gekeken wordt naar de objecten. En we horen ook van heel veel bezoekers dat de film heel sterk geapprecieerd wordt. Een andere interventie is van
Bren Heijmans. Bren Heijmans is een Antwerpenaar, Antwerpse kunstenaar. En heeft samengewerkt met Congolese vrouwen, borduursters van Ilebo in Kasai, in het centrum van Congo. En hij is eigenlijk in dialoog gegaan met die vrouwen. Die vrouwen behoren tot het Kuba-volk. Het Kuba-volk staat vooral bekend omwille van het vroegere koninkrijk Kuba. En een van de rijkdommen van het erfgoed van het Kuba-volk is de velour du Kuba. Of de weefsels die ze eigenlijk doen. En die vrouwen hebben voor de gelegenheid, voor de expo, ook een aantal nieuwe werken gemaakt. Die dus ook getoond worden in de expo. En wij brengen ook een aantal portretten van de vrouwen uit Ilebo. Ook op vlak van publiekswerking is er een samenwerkingsverband geweest met verschillende partners. We hebben voor de tentoonstelling uiteraard ook een rondleiding uitgewerkt. We hebben daarvoor de gidsen opgeleid. Gidsen hebben een traject kunnen volgen waarbij ze lezingen hebben kunnen volgen. We hebben stilgestaan bij woordgebruik ook. En ook een sessie gehad rond hoe omgaan met moeilijke situaties. Daarvoor hebben we samengewerkt met de vredesorganisatie Pax Christi Vlaanderen. Voor deze expo is het MAS ook op zoek gegaan naar nieuwe gidsen. Gidsen van Afrikaanse afkomst. We hebben 6 nieuwe gidsen aangeworven. En een van die nieuwe gidsen is Josephine Dappa, de dame die jullie ook nu op de foto zien. Josephine was ook al in de adviescommissie van de expo. Daarna is ze ook gids geworden. En zij heeft ook meegewerkt aan het onderwijspakket. Als museum vonden wij het essentieel om een pakket uit te werken voor het onderwijs. We hebben ons vooral gericht tot secundair onderwijs. Het pakket is ondertussen ook omgezet in een digitaal aanbod, omwille van de coronacrisis. De rondleidingen zijn ook niet echt kunnen doorgaan. Vandaar dat we nu ook een digitale rondleiding hebben. Informatie vinden jullie op de website van het MAS. Het onderwijspakket bestaat eigenlijk uit 2 delen. In het eerste deel kunnen scholen de expo bezoeken. We hebben een aantal objecten geselecteerd waar ze bij kunnen stilstaan. En in een tweede deel gaat men dus bij de klassen aan het werk rond beeldvorming. Daar wordt onder andere stilgestaan de koloniale beeldvorming aan de hand van de wereldtentoonstellingen die hebben plaatsgevonden. Maar men kijkt ook naar meer hedendaagse beeldvorming, de manier waarop zwarte mensen worden afgebeeld vandaag nog in stripverhalen, in affiches van NGO's, in tv-programma's enzovoort. Er is ook een samenwerking geweest met de studio om een filmprogrammatie uit te werken. We hebben dat gedaan. De bedoeling was om 1 keer in de maand een film te tonen, gevolgd door een nagesprek. Helaas, omwille van corona, hebben we dit maar 1 keer kunnen doen. In oktober vorig jaar hebben we de oorspronkelijke film van Paul Hazard getoond, Onder het Witte Masker, en daarna dus de nieuwe film de herwerking van Matthias de Groof. Op de website van het museum vinden jullie ook onze reeks podcast. Boudoua Mena, een van de nieuwe gidsen en ook doctoraatstudent in Antwerpen, heeft samen met Alexie de Greef een podcast uitgewerkt. En ieder maand verschijnt eigenlijk op de website een nieuwe aflevering. We voorzien 6 afleveringen. En ieder aflevering gaat eigenlijk in op een bepaald thema van de expo. We hebben bijvoorbeeld al een aflevering gehad rond beeldvorming, een andere rond wereldtentoonstellingen. En deze week hebben we ook de nieuwe aflevering online gezet over de impact van missionering in Congo. En daarnaast zijn er ook nog andere activiteiten. Er is een lezing geweest met Aminata Ndou van Black History Month. Ze heeft een lezing gegeven over het decoloniseren van musea. En nu, komend weekend, is het ook het erfgoedweekend. En voor die gelegenheid nodigen wij zangeres Leki uit om een optreden te doen, die mensen dus van thuis uit kunnen volgen. En Stella Nyamsham, een antropologe van Keniaanse afkomst, gaat dus ook een sessie doen voor kinderen rond Afrikaanse storytelling. Op vlak van communicatie hebben wij samengewerkt met het communicatiebureau Bonka Circus van Leuven. Ze hebben ons geholpen met de stadscampagne. Een stadscampagne die trouwens ook heel sterk focust op de beeldvorming. Een thema dat al aanwezig is in de expozaal zelf, dat ook is meegenomen geweest
in het aanbod van de publiekswerking, onder andere het onderwijsaanbod, maar dat dus ook aanwezig is in die stadscampagne. En een van de twee vragen die wij, of de twee vragen die wij stellen in die campagne is: hoe keken wij vroeger naar Congo en hoe kijken wij vandaag naar Congo? En dat is, verwijst ook ergens een beetje naar die tweede doelstelling van de expo: mensen proberen uit te nodigen en hen uit te dagen om na te denken over beeldvorming. Het MAS heeft ook gewerkt met een Q&A. We hebben een document opgesteld waar we 6-7 vragen hebben beantwoord op een mondige manier. Het is vooral een intern document, maar dat ons wel heel sterk ook heeft geholpen om een lijn te hebben, een intern gedragen communicatielijn te hebben, om op die manier ook met één stem ook naar buiten toe te communiceren. Er zijn ook heel wat initiatieven genomen voor sociale media. Zo zullen wij onder andere op Facebook een aantal videofragmenten tonen van de film In Vele Handen. En ook op vlak van woordvoerderschap is er een strategie uitgewerkt geweest waarbij er eigenlijk 3 woordvoerders zijn. Marieke van Bommel, directrice, die de meer algemene vragen beantwoordt, onder andere rond restitutie. Else Palmenaar als curator. En ook mezelf ook als curator beeldvorming. De expo en het MAS heeft ook interessante stappen gezet als het gaat over de samenwerking met de Congolese gemeenschap en ruimer de Afrikaanse diaspora. We hebben vooral gefocust op Antwerpen, maar we hebben zeker ook stappen gezet als het gaat over netwerken met belangrijke figuren en belangrijke organisaties buiten Antwerpen, zoals in Brussel. Een aantal voorbeelden van die samenwerking. Natuurlijk, MAS heeft op bepaald moment een curator aangeworven, ook van Belgisch-Congolese afkomst. En ik wil hier ook even meegeven dat die samenwerking met Els, dat op zich ook een hele complementaire samenwerking is geweest, omdat Els natuurlijk de collectie zeer goed kent en ze kent heel goed die verwervingsgeschiedenis van de stad Antwerpen. Met haar achtergrond als kunsthistorica was het interessant om ook met haar samen te werken vanuit meer mijn achtergrond als sociale wetenschapper, maar ook als iemand die het decolonisatiedebat redelijk goed opvolgt. En ook in mijn vroegere functie heb ik ook rond Congo gewerkt en in die zin heb ik ook wel de gelegenheid gehad om partnerschappen aan te gaan met diaspora, maar ook zeker met mensen in Congo. Er is, zoals ik al eerder zei, ook een adviescommissie geweest en ook daar hebben een aantal mensen van de diaspora kunnen betrekken. Het is een eenmalige ontmoeting geweest, we hebben daar heel bewust voor gekozen. En het is ook een gemixte ontmoeting geweest. Dus we hebben niet iets gedaan specifiek en alleen maar voor de Congolese gemeenschap, maar we hebben getracht eigenlijk om een groep van ongeveer 10 mensen samen te brengen, waar dus wetenschappers zaten, mensen van musea, maar ook activisten en opiniemakers. Er zijn nieuwe gidsen aangeworven geweest. Er zijn ook stagiaires geweest, onder andere de stagiaire Kabea. Zij is studenten sociaal-cultureel werk. En zij heeft vooral gewerkt rond een VIP-project. Omdat we ons natuurlijk ook heel sterk realiseren dat mensen van de diaspora niet altijd gemakkelijk toegang hebben of toe de weg vinden naar het museum. Dus zij heeft getracht om een aantal belangrijke figuren binnen de Afrikaanse gemeenschap hem te benaderen en uit te nodigen om de expo te bezoeken en op die manier eigenlijk ook op hun niveau binnen hun netwerk te communiceren. Een van de voorbeelden van die VIPs is Balogi. Balogi is eind 2019 langs geweest. En ook Justine Kasavubu, de dochter van de eerste president van Congo. In de film Vele Handen komen ook heel wat mensen van Afrikaanse afkomst aan bod, die ook vanuit zeer verschillende invalshoeken iets vertellen over een bepaald project. De podcast heb ik al even besproken. Op de foto zien jullie trouwens ook rechts Baudouin Mena. Hij is dus de presentator van de podcast. En in november, als ik me niet vergis, is hij in gesprek gegaan met Sibo Kanobana, die onderzoeker is aan de Universiteit van Gent. En de andere zaken heb ik ook al even al vermeld, de lezingen en de optredens. Een laatste punt dat misschien ook belangrijk is, naar aanleiding van de expo is het verhaal naar boven gekomen waar Els het al over had, het verhaal over de wereldtentoonstelling en de dood van minstens 8 Congolezen.
En naar aanleiding daarvan hebben wij een opdracht gekregen van de stad Antwerpen om een traject uit te werken om te zien of er een draagvlak is om te komen tot een publieke herdenking van de 8 Congolezen die zijn gestorven. Dus we hebben de voorbije maanden een aantal gesprekken gevoerd met een 20-tal mensen. We hebben nu ook een nota geschreven en de komende weken zal daar dus verder nog werk van gemaakt worden. En dan zal Els jullie wat meer vertellen over de publicatie die ook is verschenen naar aanleiding van de expo en waarvoor we ook hebben samengewerkt met het Afrika Museum. Ja, dankjewel Nadia. Ja, voor in de tentoonstelling zelf wordt de bezoeker eigenlijk geïnformeerd over het parcours aan de hand van tekstpanelen die in grote lijnen het verhaal vertellen. En daarbij aansluitend is er ook een bezoekersgids die uitgegeven is geworden in het Nederlands, Frans en Engels, die een objectbeschrijving geeft van de 100 blikvangers en het verhaal. Daarnaast hebben we een begeleidend boek die bij de tentoonstelling is uitgegeven, de catalogus 100 maal Congo, een eeuw Congolese kunst in Antwerpen. Dit is een publicatie die uitgegeven is onder Mas Buy Books, in een Nederlandse en een Franse editie. Voor de Franse editie hebben we kunnen rekenen op de medesteun van het Afrika Museum voor de Franse vertaling. En in het boek komen eigenlijk een 30-tal auteurs aan bod die voor het eerst de historische banden tussen Antwerpen en Congo uitlichten. Dat zijn onderzoekers uit België, Nederland, de VS en Congo. Maar wat vooral heel belangrijk is geweest, is dat we van in het begin geopteerd hebben om het tweede deel, de catalogusbeschrijvingen, in handen te geven van enkel Congolese onderzoekers. En dit is kunnen gerealiseerd worden dankzij de medewerking van professor Jacob Sabakino Kivilu. Het was een voorrecht om met hem kunnen samenwerken voor dus die coördinatie tussen de verschillende Congolese auteurs. Congolese auteurs, historici verbonden aan de Universiteit van Kinshasa, UNIKIN, maar ook aan de Universiteit van Lubumbashi en Luanda. Dus zij geven eigenlijk voor het eerst in het boek de catalogusbeschrijvingen vanuit Congolese perspectief hun visie over hun eigen erfgoed. Het boek is ook het eerste boek dat verschijnt naar aanleiding van die 100 jaar bestaan van de Congolese collectie, met ook veel aandacht voor de verwervingsgeschiedenis en de sporen van het koloniale verleden in Antwerpen. Helaas is professor Jacob Sabakino Kivilo begin januari overleden en hebben wij in een tweede editie van het boek een herdenking en respectvolle rouwbetuiging geschreven. Ik denk dat ik nu opnieuw het woord mag geven aan Nadia. Ja. Ja. Ik zou graag een aantal uitdagingen willen meegeven die wij dus zien als museum. En misschien zijn het misschien ook eerder uitdagingen die ik in een interne nota heb geschreven. Want binnenkort is loopt mijn aanstelling af. En in die zin heb ik een nota geschreven waar ik dus een aantal lessen heb kunnen trekken op basis van heel wat gesprekken ook met collega's en ook met gidsen, stagiairs en met partners. Een eerste uitdaging is dat natuurlijk niet volstaat om te praten over diversiteit. En diversiteit is iets dat op een bepaald moment ook deel moet uitmaken van het DNA van een instelling. En in dit geval ook van het museum. Dus integratie van diversiteit in de machtsstructuren van het museum. Met diversiteit bedoel ik ook niet per se alleen etnisch-culturele afkomst, maar ook andere vormen van diversiteit. Man, vrouw, gender, geslacht. Maar ook de leeftijden, de generaties. Dus dat die diversiteit veel meer eigenlijk ook weerspiegeld wordt. De diversiteit van de samenleving, dat die ook veel meer weerspiegeld wordt in een erfgoedinstelling. Ik heb ook heel bewust het woord de machtsstructuren gebruikt, omdat ik denk dat het ook goed is dat die diversiteit ook op niveau, op een hoog niveau ook aanwezig is. Hè. Dus het niveau daar waar de beslissingen ook worden genomen.
Een tweede uitdaging gaat over het zich laten voeden door vernieuwende denkkaders. Het zou wel eens kunnen, als je kijkt naar bepaalde organisaties, dat je daar misschien zit met een heel groep van mensen die vaak hoog opgeleid zijn, die een beetje hetzelfde profiel hebben en zo. Terwijl dat het juist verrijkend kan zijn als instelling om soms ook beroep te doen op mensen die de aanwezige denkkaders wat kunnen uitdagen. En die de expertise die aanwezig is en de manier van te kijken naar een aantal zaken, bijvoorbeeld aan de collectie, dat die ook kan aangevuld worden met mensen die met een vernieuwend profiel eigenlijk naar bepaalde zaken kunnen kijken. Ik ben me natuurlijk ook bewust van het feit, je kan je personeel niet maar ineens zo aanpassen. Dus dat is niet realistisch. Maar er zijn wel manieren om toch tijdelijk bijvoorbeeld samen te werken met mensen, met tijdelijke curatoren, maar ook met freelancers. Op vlak van gidsenwerking is dat mogelijk. Maar ook consultancy te laten uitvoeren en zo verder. Een derde uitdaging is de kennis die aanwezig is. En die kennis is er zeker aanwezig. Hè. Dat is een vaststelling die ik heb gedaan, omdat ik zelf ook niet kom uit de museumwereld. Maar ik heb heel goed kunnen vaststellen dat er heel wat kennis is in de erfgoedsector. De vraag is nu of die ook op een brede manier wordt gedeeld met de samenleving. Ik denk dat dat nog te weinig gebeurt. Vandaar ook die uitdaging om te proberen om de publicaties die gemaakt worden, om het onderzoek dat gevoerd wordt en die onderzoeksresultaten veel meer ook te gaan delen op een toegankelijke manier. Ook omdat er een kennisdeficit is, en het blijkt ook uit onderzoek dat de kennis over het koloniaal verleden in het algemeen is niet goed gesteld ook in onze samenleving. En in die zin denk ik dat een museum, zeker met de informatie die wij ook brengen over de koloniale geschiedenis van de stad Antwerpen, die wereldtentoonstelling, dat dat wel kennis is dat zeker ook een groter publiek kan bereiken en kan interesseren. Een vierde uitdaging is een plaats durven innemen in het debat rond kolonisatie en decolonisatie. Een debat dat vaak ook gepolariseerd is, waar ook heel veel nuance ontbreekt. Terwijl dat een debat is dat heel complex ook is en dat ook een zekere nuance vraagt. Als museum kunnen wij daarin een rol spelen op basis van de kennis die we hebben. Maar dat vraagt ook natuurlijk een zekere open houding en zelfs ook een zekere moed, omdat je natuurlijk als instelling ook kan aangevallen worden omwille van bepaalde banden die er zou kunnen zijn met het koloniaal verleden. En dan een laatste uitdaging is, als het gaat over een pleidooi voeren, vooral bij de politieke overheid, een pleidooi voor meer onderzoek en ook een meer actieve rol gaan spelen als het gaat over het adviseren rond een restitutiebeleid en misschien restitutie van specifieke stukken. Ik sluit graag af met twee reacties. We hebben ook een heel aantal reacties verzameld van bezoekers op de expo, omdat we daar natuurlijk als museum ook heel veel het kunnen leren. Ik toon jullie twee reacties. Een eerste reactie van Jeroen Olieslagers. Ik laat jullie zelf even lezen. Voilà. Dit is trouwens een stuk uit een opiniestuk geschreven door schrijver Olieslagers, ik denk 2 of 3 weken geleden in de Standaard. En een laatste reactie van Emmanuel en Luna, 2 studenten, ook een koppel. En ze hebben ook met ons samengewerkt rond de expo en specifiek zijn zij 2 van de vertellers van de film In Vele Handen. En dit hebben zij gezegd naar aanleiding van een interview op Radio 2. En ik wil graag met deze mooie woorden van Emmanuel en Luna afsluiten. Bedankt voor jullie aandacht. Dankjewel, allebei. Dan zal ik jullie nu een aantal vragen van de luisteraars stellen.
Een eerste paar vragen gaat over de Afrikaanse collectie van het MAS. Eerste vraag is, uit welke landen komt de Afrikaanse collectie van het MAS? Oké. Zal ik het woord nemen? Ja, Els, doe maar. De Afrika-collectie van het MAS telt 15.000 objecten. Alle windstreken, noord, zuid, oost, west. Het grootste deel is afkomstig uit Centraal-Afrika. Is ook niet onlogisch gezien de kolonisatie van Midden-Afrika en de link met België. Daarna volgt dan een collectie, vooral West-Afrika. Wat ik niet heb verteld in de voordracht daarstraks, is dat de stad Antwerpen heeft nooit een expeditie georganiseerd naar Congo. In tegenstelling bijvoorbeeld tot Tervuren of tot andere musea. De stad Antwerpen heeft wel een expeditie georganiseerd in samenwerking met de Universiteit van Gent naar West-Afrika, naar Ivoorkust, in 1937-38. Dus als gevolg van die wetenschappelijke expeditie, die verzamelexpeditie, hebben wij een groot aantal objecten uit West-Afrika die toen zijn verzameld. En voor de rest, hebben we minder representatief is de regio Oost-Afrika en Zuid-Afrika. En naar aanleiding van de tentoonstelling in 2005, Marokko, hebben we ook wel aandacht gehad voor de Maghreb-landen. Dus dat is in hele grote lijnen een schets van de diversiteit van de Afrika-collectie van het MAS. Oké, bedankt voor je antwoord. En jullie stellen enkel 100 blikvangers te toon. En ik vraag me af, hoe hebben jullie deze objecten gekozen? Ja, dus uit de collectie van die 5000 stukken uit Congo ben ik zelf verantwoordelijk voor deze selectie. Ja, dat is mijn verantwoordelijkheid geweest. Ik heb mij gebaseerd op basis van zeldzaamheid van een aantal stukken. We hebben in de collectie van het MAS een aantal unieke stukken, zoals de Kuba smeedijzeren figuurtjes, waarvan er maar twee wereldwijd zijn bekend. Selectie gemaakt op basis dus van zeldzaamheid, maar ook van historisch belang, of ook naar functie, de rol die het object heeft gespeeld in de Congolese gemeenschap voor het is ontheemd. Ook gekeken naar variatie, niet enkel maskers en beelden, om stereotype beeldvorming over Congolese kunst te doorbreken. Onder meer hebben we ook om die reden het graafbeeld en steatiet als campagnebeeld gebruikt. Dat is ook een bewuste keuze geweest om de campagne te voeren, niet enkel met beelden en maskers, maar ook met minder bekende beelden, zoals de graafsculptuur van de Denker. Ja. Oké. Een andere participant vraagt, bestaat de begraafplaats op het Kiel nog? Nee. Het Kiel is ontruimd. Ik denk de eerste helft van de 20e eeuw. En de begraafplaats van het Kiel was een begraafplaats waar ook de elite werd begraven. Die kregen hele grote monumentale grafmonumenten, familiale grafmonumenten, schrijvers, dichters, Antwerpenaren. En het is op het Kiel dat Congolezen een eerste rustplaats hebben gekregen. Maar daarna is het Kielkerkhof ontmanteld en zijn de elite, de grafmonumenten van die Antwerpenaren, verhuisd op kosten van de stad naar het Schoonselhof begraafplaats. Schoonselhof begraafplaats kun je een beetje vergelijken met het Père Lachaise van Parijs of met Campo Santo van Gent. Dus een begraafplaats waar tussen schrijvers en de elite ligt. En dan heb je de restanten van duizenden Antwerpenaren, dus de Jan met de Pet en ook de Congolezen. Die zijn uiteindelijk in een knekelput beland, in een massagraf op het Schoonselhof, met een groene grasweide. En tot op vandaag staat daar geen verwijzing naar een herdenking nog voor die restanten van de Antwerpenaar, nog voor de Congolezen. Ja. En iemand anders vraagt of er nog zwarte mensen begraven zijn rond de kerk van Tervuren en vraagt ook als er iets daarover wordt verteld in de expo. In de Antwerpse expo maken we deze vergelijking niet. Er is natuurlijk parallellen, maar we gaan niet in op de begraafplaats van de Congolezen die gestorven zijn in Tervuren. Maar het is wel een belangrijk punt om aan te stippen.
Je hebt dus het fenomeen dat men voor die eventen, die wereldtentoonstellingen, tijdelijk Congolezen gaat verschepen. Aanvankelijk 12, 1885. Vervolgens 144 en 1894. Dan heb je Tervuren 1897, waar 200 mensen worden verscheept. Waar dus ook die doden zijn te betreuren. En dan krijg je eigenlijk de wereldtentoonstelling van Gent in 1913. Waar men omwille van die betreurenswaardige doden geen Congolezen gaat verschepen. Maar dan zijn het helaas Senegalezen die aan bod komen om tentoongesteld te worden als attractie in die dorpen. En dan heb je 1913, ook belangrijk. Antwerpen heeft dan de Wereldexpo van 1930. Daar worden ook geen Congolezen verscheept om tentoongesteld te worden. Maar dan heb je wel het fenomeen met de zeer stereotyperende en racistische diorama's die getoond worden. Dan krijg je eigenlijk vitrines waarin gipsen beelden van Congolezen worden opgesteld, die als kannibalen worden voorgesteld en die dus eigenlijk gered moeten worden uit het donkere continent, dus door de missionering. Dat zijn dan die diorama's die voorgesteld worden. Maar het is dan natuurlijk wel heel opmerkelijk dat je in 1958 heb je helaas opnieuw het fenomeen van de Afrikanen die in dorpen worden getoond als in de human zoo. 2 jaar voor de onafhankelijkheid van Congo. Ja. Ja. Bedankt voor uw antwoord. Er kwamen ook enkele vragen in verband met restitutie. Een vraag voor Nadia. Hoe werden de aanbevelingen in Frankrijk rond... Ja, het stond er staat Nadia bij. Ja. Hoe werden de aanbevelingen in Frankrijk rond de restitutie verder opgevolgd? De participant verwijst naar de publicatie The Restitution of African Cultural Heritage. Van het rapport van Felussard en Benedict Savoy. Ja. Eerst misschien heel kort de context. Hè. Dus de Franse president Emmanuel Macron was in 2017 in Burkina Faso en heeft daar eigenlijk een toespraak gehouden waarbij hij zei van een deel van Afrikaans erfgoed moet terugkeren van Europa naar Afrika. Dus het is opmerkelijk dat Macron eigenlijk het dossier weer op de politieke agenda heeft gezet. Ondertussen zijn er heel wat gesprekken geweest tussen Frankrijk en hun partners in Afrika. En als ik me niet vergis, zijn er toch ook wetsvoorstellen al ingediend geweest op niveau van het parlement om 26 voorwerpen terug te sturen. Dus je ziet dat men daar wel bezig is met een proces daar rond. We zien ook in andere buurlanden dat er ook wel wat zaken leven. In Nederland, onlangs ook in Duitsland. De vraag is natuurlijk, hoe gaat België hiermee om? Het probleem vandaag is, er is geen Belgisch restitutiebeleid. We zitten natuurlijk ook in een heel complex land, met federaal niveau en meer regionale niveaus. Concreet, als het gaat over de mascollectie, het museum bewaart. Dus heel veel mensen denken dat we als museum kunnen beslissen van dit en dit moet teruggaan en dit moet blijven. Zo gaat dat niet. Het museum conserveert de verschillende collecties. We hebben trouwens in het MAS niet alleen een Afrikaanse collectie, maar er zijn ook collecties uit pre-Colombiaanse collectie, Oceanië, Azië en zo verder. Dus we bekijken dat ook veel ruimer dan alleen maar die specifieke Congolese collectie. Een ander punt is ook dat het stadsbestuur moet zich daarover uitspreken, de burgemeester en de schepen. En het Schepencollege. We hebben wel in de gids van de expo, dus mensen kunnen dat lezen wanneer ze de expo bezoeken, daar staat ook wel een standpunt of onze positie rond restitutie. Er is in Antwerpen een open houding daarover. Dan gaat het zowel over het museum, maar ook het stadsbestuur. De Schepen van Cultuur heeft dat ook heel duidelijk gezegd aan de pers in oktober 2020, namelijk er is een open houding. Wij staan open voor officiële vragen van restitutie. Op dit moment zijn er nog geen vragen geweest vanuit Congo. Maar er is wel een openheid om dat gesprek aan te gaan. Voilà. Wat we natuurlijk niet gaan doen, is zelf gaan bepalen wat uiteindelijk terug zou moeten gaan. Want
De uitdaging is juist in de hele context van restitutie om juist los te komen van dat paternalisme. Hè? Om niet te gaan bepalen van dit moet wel gaan terug naar Congo en dit mag blijven. Het is ook aan de Congolezen om zich daarover uit te spreken. Maar we hebben in het boekje dus een duidelijk standpunt, denk ik, daarin in opgenomen. Namelijk dat er een openheid is om het gesprek aan te gaan rond restitutie. Dat de Congolezen zich ook in daar moeten laten horen aan de Congolese overheid. Om zelf ook te bepalen wat teruggaat en wat niet teruggaat. De uitdaging, denk ik, nu is wel omdat dat niet iedereen op zijn eigen niveau aan bepaalde standpunten gaat uitwerken. De uitdaging is te komen tot richtlijnen op Belgisch niveau, zowel voor de meer federale instellingen als de meer regionale of stedelijke erfgoedinstellingen. En daar wordt ook wel momenteel aan gewerkt. Dus men probeert ook wel te zien van in welke mate dat we kunnen evolueren naar een meer algemeen standpunt daar rond. Ik verwijs trouwens ook heel even naar de beleidsnota van de staatssecretaris bevoegd voor wetenschapsbeleid, Dermien. Hij heeft trouwens ook in zijn beleidsnota het engagement genomen om een werkgroep te creëren rond restitutie, waar dan zowel mensen in zouden zetelen van de herkomstlanden, van de vroegere kolonies, maar ook van erfgoedinstellingen, experten, vertegenwoordigers van de Afrikaanse gemeenschap en zo verder. Maar hij wacht ook op het rapport van de parlementaire commissie rond het koloniaal verleden. Maar de indruk die ik heb is dat er op politiek niveau, zowel bij de staatssecretaris als zelfs bij de premier, dat er wel ook een openheid is om dat gesprek ook aan te gaan. Ook omdat we natuurlijk zitten met de nieuwe generatie van politici. Oké, bedankt Nadia. Een andere vraag uit het publiek. Kunnen jullie al iets zeggen over de impact van de expo en de bijhorende publiekswerking op het brede publiek? Hoeveel bezoekers hebben jullie al gehad? Kijkt de Antwerpse bevolking nu al anders naar het koloniaal verleden? Ja, dus ik heb in mijn nota, in het tweede deel van mijn nota, ik heb geprobeerd om terug te komen op die resultaten, wat natuurlijk heel moeilijk is, hè, want het museum, de expo is nu ongeveer 6 maanden open. Maar omdat er ook heel veel gemiste kansen zijn. Als ik kijk bijvoorbeeld naar het onderwijspakket, er is een heel degelijk onderwijspakket uitgewerkt samen met Studio Globo. Studio Globo is een NGO gespecialiseerd in ontwikkelingseducatie. Dat pakket is er. Dat pakket is wel al verkocht geweest aan verschillende scholen hebben dat aangekocht. Maar ja, we zitten ook met een beperking. Het is nu pas recent dat scholen opnieuw moeten komen, maar nu zijn we bijna weer juni. En is het bijna weer vakantie. Dus het is moeilijk om dat allemaal te meten. Wat ik wel denk, is dat deze expo, en specifiek als het gaat over het onderwijspakket, dit kan ook nog na de expo ook verder gepromoot worden, onder andere naar Antwerpse scholen. Ik heb nu niet de exacte cijfers in mijn hoofd. Ik weet bijvoorbeeld wel voor de paasvakantie, we waren volledig ook volzet. Hè. Dus ondanks dat we moeten rekening houden met corona en dat we moeten werken met een tijdslot, zie je toch wel dat er een interesse is voor deze expo. We kijken niet alleen kwantitatief, maar we kijken ook naar wat de expo ook losmaakt bij mensen. En in die zin houden wij ook zoveel mogelijk reacties bij. Niet alleen in de pers, we hebben uitzonderlijk heel veel aandacht gekregen. Oktober, november hebben we heel veel aandacht gekregen voor de expo, zowel als het gaat over nationale berichtgeving, regionaal berichtgeving, maar ook uit het buitenland. We hebben gezien, in Congo zijn er ook artikels verschenen, Australië, Zweden, de buurlanden. Wat natuurlijk ook wel mensen aanzet en nieuwsgierig maakt om naar de expo te komen. Maar ik denk dat het op dit moment nog te vroeg is om echt heel duidelijk te spreken van wat is nu precies de impact van deze expo. We hebben nog aan de zomermaanden, de expo loopt nog tot midden september. En uiteindelijk is het ook aan de publieke opinie om daarop te reageren. Als ik bijvoorbeeld zie dat iemand zoals Jeroen Olieslagers de expo bezoekt en daar dan 2 opiniestukken over schrijft in de Gazet van Antwerpen en in de Standaard, hij zegt me dat ook, dat iets doet bij mensen. En
dat is ook wel de reactie die ik hoor. Ik vind dat de algemene reacties op de expo eigenlijk goed tot zeer goed zijn. Er zijn in het algemeen heel weinig kritische stemmen. Er is een hele kritisch betoog geweest van Amina Tandao van Black History Month. Maar zelfs in haar stuk is zij op verschillende momenten ook lovend voor de expo, onder andere voor de manier waarop wij het ook meer stemmig hebben aangepakt. Wat het stadsbestuur zelf betreft, ook daar, tot ergens misschien mijn persoonlijke verbazing, ik vind dat er een draagvlak is voor het verhaal dat wij brengen. Het stadsbestuur heeft dit project ook goedgekeurd. Els, je kan me daar ook misschien ook in aanvullen. Ik zie ook dat de communicatie van de Schepen van Cultuur, dat die communicatie volledig ook op onze lijn zit. Die Q&A is ook gedeeld geweest met het stadsbestuur, met het beleid. Dus tot nu toe zie ik daar zeker een draagvlak voor het verhaal dat we brengen. En men beseft ook zeer goed dat dit een expo is die ook vanuit een sterke maatschappelijke insteek is uitgewerkt geweest. En dat is misschien ook wel de sterkte van de expo. Als het gaat over opvolging, ja, want de expo vraagt natuurlijk ook wel opvolging. Ook in de nota zijn er een aantal aanbevelingen als het gaat over opvolging en ook als het gaat over het stadsbestuur. Ik denk als bijvoorbeeld meer investeren in onderzoek en werk maken van restitutiebeleid, dat is een duidelijke aanbeveling die ook gericht wordt aan het stadsbestuur. Ja, mag ik even aanvullen, Nadia? Ik laat misschien even hoopvol eindigen dat tot hiertoe, we hebben een speciaal nieuwe gidsen opgeleid van Congolese afkomst. We hebben heel veel energie gestopt in de opleiding van de gidsen. En helaas hebben die mensen nog geen uur kunnen rondleiden. Dus laat ons hopen dat met die COVID-maatregel, als er enigszins een versoepeling is, dat we toch nog een aanbod kunnen aanbieden met gegidste rondleidingen. Want tot hiertoe is het verboden geweest. Net ja, in oktober wel. Hè? Dus een aantal gidsen hebben wel in oktober kunnen gidsen. Ja, maar van de zes nieuwe gidsen zijn er maar twee eigenlijk die verschillende rondleidingen hebben kunnen geven. Er is natuurlijk nu wel een digitale rondleiding. Dus dat biedt wel de mogelijkheid om toch een aantal van die gidsen aan het werk te zetten. Iemand stelde ook de vraag over de taal van de rondleiding. Dus wij voorzien rondleiding in het Nederlands, maar zeker ook in het Frans, in het Engels. En wij hadden voor de expo ook een rondleiding voorzien in het Lingala en in het Swahili. Dus een van die nieuwe gidsen kon dat ook doen. Nogmaals, met corona is dat allemaal veel moeilijker gebleken. Ja, hopen dat de situatie beter zal worden. Een andere vraag is, doet het MAS aan herkomstonderzoek? Ja, het MAS investeert inderdaad ook in herkomstonderzoek. De collecties zijn heel verscheiden, dus dat gaat niet enkel over Afrika-collecties en Congo-collecties. We hebben ook een heel bijzondere collectie afkomstig uit Indonesië, waar al ernstig herkomstonderzoek is op uitgevoerd, maar het is een uitdaging om dat nog verder, om daar middelen voor te vinden. Ja. Iets misschien over het Songebeeld? In samenwerking uiteraard dan met de onderzoekers van de landen van herkomst. Dus voor de tentoonstelling van Congo, nu hebben we een eerste stap gezet, maar een allereerste stap om één beeld, een beladen beeld met een problematische verwervingsgeschiedenis, een Songebeeld, die eigendom was van de chef Kolimoina. Die chef die eigenlijk ter dood veroordeeld is geweest door de Belgische kolonisator. Dat is bewijs van een stuk die in een gewelddadige context is in bezit gekomen. Dus op dit specifieke beeld is een eerste start gemaakt in samenwerking met professor Donatien Dipe van de Universiteit van Lubumbashi om samen met hem de reconstructie te kunnen maken van naar dit verleden. En het is essentieel om dan ook met Congolese onderzoekers te werken. Ja. Oké, bedankt. En iemand stelt een vraag aan Nadia. Heeft het MAS een grondig overzicht en doortastte kennis over de herkomst van 5000 voorwerpen afkomstig uit de voormalige kolonies? Kunnen restitutievragen gesteld worden over de objecten die niet gekend zijn in Congo? Hoe wil men proactief deze kloof dichten?
Ja, dat is eerder een vraag voor Elze. Als het gaat over die collectie, die 5000 stukken, dus dat is eerder een vraag voor Elze. Ja, Els? Ik begrijp graag de hoe. Ja, dus, ja, heeft het MAS, ja, dus ik zat kort herhalen. Heeft het MAS een grondige overzicht en doortast de kennis over de herkomst van de 5000 voorwerpen afkomstig uit de voormalige kolonies? Ja. Kunnen restitutievragen gesteld worden over de objecten die niet gekend zijn in Congo? Hoe wil men proactief deze kloof dichten? Ja, dus de collectie... 5000 stukken. De collectie is digitaal ontsloten, dus iedereen kan via Adlib naar de basisgegevens kijken. Zoals eerder gezegd is het een problematische collectie, omdat we dus van heel veel van die stukken die verworven zijn via Henri Parrain nooit zullen kunnen achterhalen. Dat is een doodspoor, hoe die in bezit zijn gekomen. En we zijn momenteel bezig ook om een tekst op onze website te plaatsen van hoe we verder zullen omgaan met de vragen tot restitutie en daarop te kunnen inpikken. Ja, die teksten zijn in voorbereiding. Oké, bedankt. Een andere vraag. Omtrent beeldvorming is er veel aandacht voor de westerse kijk op Congolezen. Wordt er ook ingegaan op hoe Congolezen kijken naar ons? Hoe wij bijvoorbeeld meer kunnen leren over onszelf vanuit een Congolese blik? Els, je kan daar iets zeggen van de witte, de Mundele? Ja, dus op het einde van de tentoonstelling maken we eigenlijk de omkering. Dus we beginnen eigenlijk met de Afro-Portugese zoutvat die gemaakt is door ivoorsnijders in opdracht van de Portugezen. Maar op het einde van de tentoonstelling keren we dit om. Dan heb je eigenlijk een heel specifieke kunst, een dynamische kunst die ontstaan is ja, vanaf 1800 reeds aan de kust van Luango. Hoe Congolezen hebben gekeken naar nieuwkomers. En een van de meest interessante objecten die getoond wordt, is een slagtand, een ivoren slagtand in ivoor, waarop je een karavaan, een stoet ziet van Europeanen en Afrikanen, waarop die Afrikanen blootvoets met de panje zijn afgebeeld en de Europeanen met schoeisel, kledij, hoeden, wandelstokken. En daar eigenlijk ook ja, een beeld krijgt van hoe Congolese kunstenaars naar die nieuwkomers hebben gekeken. En dat is wel frappant, want in die periode had je dus eigenlijk het woord... die ontstaat Mundele, had eigenlijk de betekenis, wat we nu daaronder verstaan, is witte. Maar aanvankelijk was het eigenlijk gericht op ja, die mensen met die vele kleren aan. En in de loop van de evolutie is het verder geëvolueerd naar witte. En wij tonen ook een aantal objecten van Congolezen die de koloniaal hebben afgebeeld. Soms op een karikaturale manier, met zijn wandelstok, met zijn hoed. Maar ook kritische werken, zoals... een masker met een voorstelling op van een tipoy, de hangmat, de draagmat, van ja, de rolverdeling tussen de kolonie en de koloniseerder. En ook in de film In Vele Handen, zoals ik zei, dus Verpaar is ook gaan filmen in Kinshasa zelf. En daar komen dus ook een aantal mensen aan bod, inwoners van Kinshasa, vertellen natuurlijk ook over hoe zij kijken naar ons. Naar het feit dat een deel van hun erfgoed hier in België is. Ik herinner mij één specifiek getuigenis van een vroegere leraar, denk ik, van Bozar, die ook een beetje aangeeft van, ja, de witte mensen gaan dit nooit willen teruggeven, hè, want ze vinden dat ook zelf belangrijk voor hun en zo. Dus ik denk dat dat ook wel aan bod komt in de film van Verpaar. Ja. En iemand uit het publiek vraagt waar we die film kunnen zien, In Vele Handen. Ja, dus de film wordt heel kort getoond in de expozaal zelf, ongeveer 10 minuten, als ik me niet vergis. Maar omwille van corona konden we het niet maken om 40 minuten lang mensen daar in die kleine ruimte te brengen. Dus het is nu te zien in het paviljoen, naast het museum en naast de Maschhof. Daar kan die gratis bekeken worden de dagen dat het museum dus open is. Ja, oké. Okay. Helaas, ik zag ook nog een vraag over paternalisme. Ik vond dat wel een interessante vraag, omdat ik inderdaad heb gezegd van wij gaan niet per se zelf bepalen dit en dat. En Lies zegt van ja, is dat niet een manier om niet actief, proactief bezig te zijn? Ik denk de uitdaging die wij vandaag allemaal hebben, en zeker als het gaat over samenwerking met Afrikaanse partners, is dat wij de kennis die er is, bijvoorbeeld van die collectie, dat we dat vooral moeten kunnen delen ook.
En vandaar dat terugkoppeling essentieel is wanneer we zo'n expo doen. Hoe gaan wij proberen om de expo die we hebben en al die verhalen die aan bod zijn gekomen, om dat ook te gaan terugkoppelen met onze partners in Congo, maar zelfs breder in de Congolese samenleving. Want je kan natuurlijk pas een vraag stellen als je ook weet wat er is of wat er niet is. En in die zin hebben we samengewerkt met de Belgische ambassade. En dus de Belgische ambassade heeft een klein moment voorzien, denk ik in januari, om de publicatie te overhandigen aan de Congolese partners in Kinshasa, in Luanda en in Lubumbashi. En in mijn nota heb ik ook een aantal voorstellen gedaan om filmvoorstellingen te organiseren, waar bijvoorbeeld In Vele Handen en de film onder het witte masker ook kan getoond worden in Congo. Het is ongemakkelijk om vanuit België te gaan bepalen wat terug moet gaan. Ik denk dat we de vrijheid moeten opgeven aan de Congolezen om zich ook te positioneren in het debat en bepaalde stukken ook terug te vragen als ze dat zal willen. Maar ze kunnen dat ook pas doen als ze weten wat hier aanwezig is. En daar is een heel groot probleem. Vaak is het gewoon niet geweten. Als ik zie dat er zelfs heel veel Antwerpenaren zijn die niet weten dat Antwerpen een Afrikaanse Congolese collectie heeft, ja, wat moet dan de kennis zijn in Congo zelf? Dus laat ons vooral proberen vanuit onze erfgoedinstelling te proberen om de kennis die er is, om dat te gaan democratiseren en ook veel meer te gaan delen met Congolese partners. En ik denk dat er vanuit die kennis sowieso bepaalde vragen zouden kunnen zijn. Of dat nu gaat rond restitutie, of rond meer samenwerking, of rond capaciteitsversterking en zo verder. Oké, bedankt. Jammer genoeg kunnen we niet op alle vragen antwoorden en moeten we hier afsluiten. Hartelijk bedankt aan Nadia en Els voor jullie boeiende en interessante presentatie en ook voor het beantwoorden van de vragen. Wat ik uit deze lezing heb meegenomen, is zeker die diverse samenwerking die geleid heeft tot een mooie en meerstemmige tentoonstelling. Ik ben er zelf ondertussen 3 keer geweest en ik raad iedereen aan om het te gaan bezoeken. En met het ticket van het MAS krijg je een korting voor een bezoek aan het Afrika Museum. En omgekeerd krijg je met het ticket van het Afrika Museum korting voor een bezoek aan 100 keer Congo. En tenslotte wil ik ook de deelnemers bedanken voor jullie vragen. En ik wens jullie nog allemaal een fijne dag. Hartelijk dank. Dank je wel. Dank je wel voor het initiatief. Bedankt. Ja. Dag.